Hallo kijkers en hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van No Limits 2. Aflevering 16 alweer, ik heb niet in mijn keel zit op zoek. We gaan nu verder met drie achtbanen zoals jullie zien. Naked Steel, Need for Speed en Haarnaam 2.0. Ik ben erg benieuwd wat we in deze aflevering weer gaan doen. We gaan dadelijk even doorpraten over wat er zondag precies en zo gebeurt. Dus daar gaan we daar even uitgebreid over praten. Ik zou zeggen, laten we hem even laden. Naked Steel. Oké, hij is geladen, hij moet alleen nog opstarten. Dit is ook de eerste video die ik nu edit met Sony Vegas Pro 13. Ik heb hem gefixt. En wij gaan in Naked Steel. Het is inderdaad een stalen achtbaan die heel erg hoog gaat. En het is een wit-grijze baan. Zie ik. Met blauwe karretjes, rode stoeltjes en paarse roze beugels. Goed. Het is zondag, eventjes terug. Normaal gezien zou ik zondag dus de tutorial hebben geüpload van kunnen ze ook van kaartjes wisselen. We moeten wel even terug naar voren. Dan kunnen we ook dus kiezen. Ik denk dat we gewoon hier gaan zitten. Kan dus normaal gezien de tutorial online van hoe je een achtbaan moet maken. Maar zaterdag is de opening natuurlijk geweest, zoals jullie weten, van Astrocraft. En die is toen ook gegriefd. Wij hebben nog altijd we zijn er eigenlijk wel zeker van dat we onze dader hebben. En ja, dat is, het is nog niet helemaal afgerond, maar we zijn er bijna 100% zeker van dat XX Lofino XX het was. Minecraft er 1. Ik heb echt iets aan mijn keel ofzo. Was het niet, hij was wel weer betrokken. Maar oké. Ik beloof dus wel dat nu zondag wel de tutorial online gaat komen. Dus nu zondag gaat hij wel komen. En we gaan een heel zwaar drop maken. Holy fuck man. Dat haalt hij ook. We gaan weer een mooi bordje gaan schijnen. Hij haalt het ook allemaal. Dat is super. Hoe lang waren we gesproken? Er is pas en dan heb ik nog eergisteren. Dus dat was dinsdag of was het maandag, is er een ongeluk gebeurd in Engeland met de achtbaan. En het was echt, ik heb een video ervan gezien, het was echt, het stond er ook bij als een horrorfilm. Het was echt niet normaal. Iedereen, er zaten, het was dus als volgt gebeurd. Een testkarretje was op de baan en er was al een ding op een volle trein opgestuurd met 16 mensen. En dus is dat volle treintje met 16 mensen tegen die lege kar ook gebotst. En ik heb zelfs gelezen dat iemand zelfs een been zou kwijtgeraakt zijn. En er zat ook iemand helemaal onder bloed en ze schreeuwde echt van de angst en van de pijn en weet niet wat. Het was echt erg. Dus de maker van die achtbaan, die kennen wij ook wel in België. Onder andere van de Typhoon hebben zij bij ons in Bobbejaanland gezet. Zij hebben de Anubis Rides gezet in Plopsaland in Pannen. Wat dit eigenlijk moet voorstellen, I don't know. Zij hebben de hoe heet hem? De Viking, Vicky the White hebben zij gezet in Plopsa Co. En er is heel veel wieletjes werk, zie ik. Heel groot transportgebied. Het is echt wel een heel groot transportgebied. Boy, yo. Ja. Dat is duidelijk. Goed. Maar goed, Naked Steel. Ik vond het op zich een heel erg leuke baan. Uitgebreid, thematisatie is wel aanwezig. Maar niet om te zeggen van, kijk hier, dit is een heel kale plek. En hier tussenin. Het is meer de buitenkant is gedecoreerd. De rest allemaal kaal. Dat vind ik jammer. Op zich, voor de rest vind ik wel een prima achtbaantje. En de grote drop, de grote bochten. Het maakt het compleet. Een goede snelle speed achtbaan zoals Silverstar die we toen ook gedaan hebben, was ook een hele speed achtbaan, maar ja, die bestaat in het echte, deze waarschijnlijk niet. De volgende achtbaan die we gaan doen is Need for Speed en dat kennen we wel van het spel Need for Speed. En ik heb het al ooit gespeeld ook op de Wii spel. Heel erg leuk spel trouwens. En wij gaan eens kijken wat Need for Speed inhoudt. En ook Need for Speed is geladen. Is het dus nog wat iets in mijn keel? Maar ik weet niet wat. Dus aan mijn tand. Oké, Need for Speed. Wij krijgen een
achtbaan met een best lange trein. Oké. Okay. Dus volgens mij is het een hypercoaster. En we gaan heel kort langs de trap af. Ik denk zelfs door de trap. Ja, we zijn door de trap gegaan. Maar oké, okay, dat is eigenlijk misschien... Misschien was het beter geweest om dit aan de andere kant te zetten, die trap. Volgens mij was het beter geweest om die aan de andere kant te zetten, die trap. Ja. Maar goed, we gaan dus niet voor speed. Hij gaat redelijk snel omhoog. Ik zie ook twee banen, maar... Ik zie maar één trein. En... Zoef, we zijn vertrokken. Deze giant hypercoaster. Paarse baan. We hebben nu het rode karretje. Er zit een andere kleur, zag je net. Het zat groen en blauw. Grote constructie qua ondersteuning zie ik daar ook staan. Beetje lek. En we zijn nog verder. Mooie vagoontjes, maar ja. Die zijn ook maar zo hier en daar. Voor de rest wordt er niet met enthousiast gewerkt. Op zich is dat wel jammer. Voor dus dat is nog afgeschoten. Maar heel kort langs de andere baan af. We gaan een paar borreltjes maken. Opdraggaas. Dan pak ik de binnenbocht. Normaal pak ik de buitenbocht nog. Nu in de binnenbocht. En dan gaan we verder met een lange track heb ik hier. Ik heb niet gevoeld dat wij nu weer aankomen. Helemaal niet. Ik zie hier zelfs een rem, maar het zal wel nog iets zijn. Ja, als iets stuk. Dan gaan we verder. Maar lijkt dat we toch aankomen. Wanneer wordt finish? Wij gaan hier nog een stuk door, dus wij werden even afgeremd. En wij gaan dus nu nog eens een baan doen. Maar dan waarschijnlijk tegen een achtbaankarretje. Kijk, nu gaat er eentje mee. Dus nu zit er een race. Dus nu gaan wij tegen de andere. En dit is wel leuk gemaakt eigenlijk. En nu komen zij ook wat hoger op. Dus nu rijden we ongeveer denk ik op hetzelfde niveau. Maar dit is wel leuk gedaan. Dus we gaan nu voor de tweede keer de Need for Speed bereiden eigenlijk. Maar nu nemen wij het eigenlijk echt wel op ook tegen een kar. Tegen een heel ander, tegen een rollentrein met mensen ook. Ik snap dat zij nu sneller zijn dan wij normaal. Kijk, we nemen de binnenbocht naar mijn huis, nee, dus we willen van doei doei. Nu nemen we wel naar de buitenbocht. Dus ik ben ook niet wat het gaat geven. Maar met de buitenbocht. Zij halen ons helaas weer in. Jongens, maar daar gaan we niet bij laten, hè. We moeten toch wel winnen, hè. We moeten toch wel echt winnen. Nu is het echt de final final ronde. En goed, ze worden weer afgesloten. Wij nemen de binnenbocht. Maar dan maken wij wel gelijk van. Die gaan we weer een punt voor hebben. Dus dan gaan we weer een goedies hebben. Maar die hebben wij een controle ding te maken. Maar ja, we halen ze niet meer in, denk ik. Ik denk dat het klaar is voor ons. Ik denk dat we ze eigenlijk niet meer kunnen halen. Ik denk het echt niet. Nee, we zijn ook een punt wel voor. En dit is nu fataal, want zij worden al afgeschoten en wij niet pas. Ja, dit is het jongens, dit is het einde. Maar als het nooit meer in, let maar op, voilà, kijk. Final. Zij gaan door. En dan gaan we voor keer waar... In één keer boem patat remmen. Eventjes een overzichtje van Need for Speed. Waar is het station? Het is een heel grote coaster, hè? En het idee is zeker leuk.
Het idee is echt heel erg leuk. Ik zie zelfs dat de baan over het station loopt, over het dak van het station gaat. En hier is onze trein. Die gaat hier nu wachten. Ik vind het echt wel een grote achtbaan, dat zeker. Het is een zeer grote achtbaan. Met ruim grote bochten. Ook als er één baan van deze was gezet, zonder de tweede baan, zou dat een heel erg leuke coaster zijn geweest, denk ik. Ik heb hem nog niet helemaal erop, hè. Nu nog altijd niet. Ik kan nog een klein beetje hoog gaan. Oké. Okay. Dit is hem. Hij is groot. Ruim in elkaar gebouwd. Ik mis wel heel weinig ik mis alle thematisatie. Kijk. Alles mis ik. Hier staan een paar bomen en voor de rest alle bomen zijn weg. Maar het was een heel lange avond. Niet voor speed. Op naar de laatste en dan hebben we graag een naam 2.0 om het zo te zeggen. En ook onze laatste avond start-up. We geven hem dadelijk wel een naam. Of ik druk even op F4 en dan zien we hoe die heet. Hij heet... Dus Cinder. Cinder, oké. Okay. Het is een gele achtbaan, die zag ik net al een shot. We gaan heel snel omhoog. We zijn al boven, jongens. Kijk eens aan. Oh, we gaan onmiddellijk al. Hopla. Ja. Boom. En we zijn vertrokken in de Cinder. Die gele achtbaan. Die mij eigenlijk wel heel erg stoer uitzag. Op het fotootje gewoon alleen zag ik gewoon kan er zoer uitzien. Super goed uitgewerkt al wat ik nu gezien heb. Rood spiraal. Het is eigenlijk een staan neer. Ik dacht dat het staan maar was. Baan type is soms. Nu heb je een driehoek constructie, maar net hadden we een vierkant constructie. Nu zien we dat ik een driehoek constructie heb gaan. Onder de grond en dan hebben we een mooie kurktrek onder de grond. En we zijn er al. Oké, dit ging best snel. Dit ging snel vond ik. We zijn er al. Dit ging echt snel. En hier is het inrangeerstation. Het rangeer. Uitrangeer, inrangeer. Ja, inrangeer niet, maar als je een karretje uit kan gooien. Want er is maar volgens mij is er maar één of twee. Nee, zijn twee treintjes. Hij is vrij op elkaar gebouwd. Dat shot van de foto is ook hier getrokken. Op dit stuk. Waar die achtbaan die er nu op dit moment nog moet komen. Ik vond die tunnel wel gaaf. We gaan even doorvliegen. Kunnen we ook doorlopen. We zien echt, de baan maakt hier eigenlijk een kurkentrekker. En hij komt dadelijk. Daar is hij volgens mij. Nee, daar is hij nog niet. Toen is dat shift zie ik. Hier kom je. Kijk. Kurkentrekker voppela. Maar ik vond de Cider eigenlijk wel de beste achtbaan. Dit vond ik eigenlijk wel de beste. En dan op de tweede plaats had ik Naked Steel. Voor die stijle mooie drop. En helaas had ik niet zo zitten laten. Omdat die lang was. Maar hij was echt wel lang. Niet dat hij slecht was. Hij was gewoon lang. Dat was het enige nadeel lang. Maar ja, je hebt dan natuurlijk wel veel langer plezier. Volgende week gaan wij verder. Als ik hem op eentje krijg. Met Oasis, Olympia Looping en Pergerin. Pergerin. Er komt een van deze week, of die staat online, nog een agenda update online. Bekijk hem zeker, want die is zeer belangrijk. Want dat is wat er nog gaat gebeuren in juli. En wat er voor de zomervakantie al vaststaat. En eventueel, dus niks online gaat komen. Komende weken en prio's. Dat komt nog allemaal. Blijf het kanaal in de gaten voor die update video. Dames en heren, ik dank jullie allemaal voor het kijken. Volg me op Twitter, like de Facebookpagina en abonneer kan rechtsonder. In het hoekje staat het slogotje van subscribe. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van No Limits. Laat jouw mening achter welke jij de beste vond. Jullie zijn niet verplicht. Ik zou het wel leuk vinden als jullie het zouden doen. En dan zou ik tegen jullie zeggen, tot de volgende video. Later.